Van waar kom je? Kom uit Mortsel. Dat is ideaal. Je bent 12 jaar. Waar wil je het met ons over hebben qua finale? Hoeveel gewicht ballonnen kunnen dragen. Ja, en hoe komen we dat aan de weet? Wat gaan we doen? Om te beginnen zou ik willen testen of deze ballon 59 kilogram aan kan. Dat is een ongelooflijk toevoeg, maar dat is toch al net het gewicht van de hier aanwezige Rani de Koning. Dat is geweldig. Ja. Wij zetten de ballon even tussen ons benen. Ja, echt heel spannend. Ja, okay. Maar dat komt goed. Ja, stap erop. Ja, ja. Laat je gaan. Doe het. Nee. Kom. Rob, kom mee. Nee. Rob, kom jij even hier staan. Rob, kom jij even hier staan. We gaan met drieën, met z'n drieën Rani omringen. Ja, okay. Ja, met hem. Ja, maar gestart erop. Spijtig. Het was bijna gelukt. Van die bonen. Ik denk dat er iets meer zal zijn. Je denkt dat het over een paar gram gewicht gaat. Het lukt blijkbaar niet. Rob, hoe komt dat? Wel, Bart, dat is een goede vraag voor onze gasten. Ah, oké, dat is heel goed. Ja. Waarom ontploft de ballon? Ja. Vraag. Is dat A, het heeft te maken met de druk. Alle druk komt op één plaats terecht met de juiste drukverdeling zou het wel lukken. B, het heeft te maken met het gas dat erin zit, met heel je zou het wel lukken. Of C, het rubber van de ballon is niet elastisch genoeg om het gewicht te trotseren. Gewichtsverdeling. Gas. Of elasticiteit. Druk op één plaats recht. Wanneer je een plank oplegt en de druk verdeelt, zal de ballon heel blijven. Rob, dat kan je nu wel zeggen, maar bedoel je dan dat je bijvoorbeeld twee mensen kan laten steunen op twee ballonnen? Ja. Ja? Als je de druk goed verdeelt. Wacht, hè. Maar dan doen we even de druk met de druk. Dat is namelijk deze twee ballonnen. We hebben een plank, hè, voor de drukverdeling. En het komt er wel op aan hoe jullie er gaan opstaan natuurlijk. Dus ja. Die druk moet perfect verdeeld zijn op de ballonnen. Hè. Mm. Rob, hoeveel weeg jij? Ongeveer 90 kilogram. Ja, dat is dan samen 149 kilogram. Ja, doe maar eerst de eerste voet. Heel voorzichtig, ja. Echt rustig. Op ons blijven steunen wanneer je de tweede voet, want dat zijn maar twee kleine ballonnetjes. Zie het. Ja, Rani iets meer naar mij toe. Ja. Rani iets meer naar mij toe. Ja. 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 Zo. Dat is echt voorzichtig, hè. En dan heel zachtjes en op ons steunen. Op ons steunen. Het zijn maar twee piepkleine ballonnetjes, hè. Blijf steunen. En nu halen wij onze handen weg. Zie je? Het lukt. Ik ga helemaal weg nu, hè. Blijf nu nog evenwicht. Blijf nu. Wat we doen zo. Nu zie je het echt. Het lukt echt. Wow. Maar het zijn van die piepkleine ballonnetjes. Hoe kan dat, Rob? Ja. Ik vraag dan deze erop, hè? Ja. Sorry, wel, als Rani en Rob op de ballon staan, op de plank staan, oefenen ze een kracht uit op de plank. Die kracht wordt verdeeld over de oppervlakte van de plank. Ja. En dat is de druk. Dus hoe groter de oppervlakte van de plank, hoe kleiner de druk. Ja, en ja, Rob snapt het nog niet helemaal en ik ook niet, hoor. Zal ik dus een voorbeeld nemen. Stel, deze ballon, deze naald, klein van oppervlakte. Ja, dan blijft hij. Dan ploft hij. Maar wanneer je een plank neemt en dan tegen een ballon duwt, zul je veel harder duwen voordat die ontploft. Dus in principe kun je ook hele zware voorwerpen op ballon laten rusten, Rob. Zo, dus kom, we gaan naar buiten. Beste Rob, nu zijn we erg benieuwd wat ons nu te doen staat, zeg maar. Wel, ik ga Rob en Rani in die auto laten plaatsnemen en daarna ga ik ze in de auto op dit ballontapijt zitten, proberen zonder dat de ballon ontploft. Ik vind het een fantastisch voorstel, want ik kom er niet in voor. Als jullie weer plaatsnemen in de wagen, alsjeblieft. Ja. Mag ik mijn verzekeringsagent bellen? Wat zeg je? Mijn verzekeringsagent bellen? Nee? Dat heeft geen belang. Je hoeft zelfs de wagen niet te starten. Het is zelfs veilig als Rob aan het stuur zit. Het is een cabrio. Heerlijk. Dames en heren, zoals u mogelijk ziet, is hier een hele hoge kraan. Ja, dat is wel belangrijk. Een hele hoge kraan en daar hangt die wagen aan. Dan heb je daaronder nog eens allerlei ijzeren gewichten. Vertel, hoeveel ballons liggen hier, Rob? Hier liggen 120 ballonnen. Ja, ik zeg even, Johan van de kraan,
Je mag de wagen laten opstijgen. Dank u wel. 120 ballonnen, maar... Maar die plank komt maar terecht op 80 ballonnen. Dus 80 van die kleine ballonnetjes. En hoeveel gewicht is het? Wagen, Rani, Rob en die planken en dat ijzerstel samen? Als we alles samen tellen, komen we toch wel aan 1800 kilogram. 1800 kilogram op 80 ballonnen. Onnozele ballonnetjes. Staan wij hier wel veilig? Ja, Bart, ik zou toch een stap achteruit doen voor... Rani en Rob, kan je wuiven? Het is, nu wordt het dus erg spannend, hè? Ja. Ja. Wij maken ons, als je het niet erg vindt, een beetje goed. Wij maken ons zo licht mogelijk. Ja, ja. Adem inhouden. Jullie waren Philippe en Mathilde, maar dan nog mooier. Hè? Ja. Rob is al volop lucht aan het afblazen. Ja. Nu komt het bepalende moment. Dus op die 80 ballonnetjes, voorzichtig, voorzichtig, niet te snel, voorzichtig, voorzichtig. De ballonnetjes zuchten onder het gewicht. En Johan, kan je nu je kabels ontspannen? Dat is gelukt! Ja! Wow. Rob, kan jij Rani bevrijden? Want ik vind dat toch allemaal een beetje gevaarlijk. Wauw.